160 kilogram weegt. Chris Dolman aan de overkant in de ring. Hij weegt slechts 122 kilogram. Geen WrestleMania. Nee, echt profworstelen. Er was niks afgesproken tussen beide heren. Het ging hier om het echt. Een officieus titelgevecht zou je kunnen noemen. Een wereldkampioenschap. En er werd gestreden volgens de Sambo-regels. En Chris Dolman had het moeilijk. Want die reus van een Capes die gooide hem de eerste twee ronden in alle hoeken van de ring. Links in het rood Chris Dolman. En in het wit op de rug gezien nu Jeff Capes. Twee keer gekroond tot sterkste man van de wereld. Chris Dolman, oud-Europees kampioen judo. Wereldkampioen sambo worstelen. Probeert hier een greep, maar wordt gelijk doorgerold. En opnieuw ligt hij daar in zijn favoriete hoekje. Met die 160 kilogram gezelligheid bovenop hem. En zo ging dat maar door. Dolman kon geen vat krijgen. Op Capes, die zelf ook heel aardig kan worstelen. Hier probeert hij een greep, maar hij krijgt hem gewoon niet onver. Capes blijft gewoon staan en een boom, daar raad Dolman weer in de touwen. Jeff Capes, zwarte band judo en hij heeft Cumberland geworsteld. Dat is de Schotse variant op de worstelsport. En we zijn nu in de derde ronde aangeland. Capes wordt naar beneden geduwd. En misschien kan Dolman nu zijn specialiteit uitbuiten. Dat is een beenklem en als je daarin komt te zitten, nou, dan wil je wel opgeven. Want deze partij is afgesloten op 5 ronden van 2 minuten. Of iemand moet opgeven. Dolman en Capes. Capes ligt beneden. Probeert zijn benen te kruisen, maar nu heeft Dolman zijn voet. En kijk eens, iedereen begint nu te brullen en te schreeuwen. 3.500 man. Houdt Capes dat vast? Nee, Capes houdt het niet vast. Hij geeft op. Chris Dolman wint van de sterkste man van de wereld. En Capes is heel boos. Gaat door een duwtje van Peter Adelaar. En gooit dan echt zijn volle gewicht in de strijd. Hij wil pas beginnen na zo'n beenklemmetje. Maar de emotie slaat dan weliswaar hoog op. Maar hij wordt alweer gekalmeerd door zijn begeleider Grizzly Brown. Chris Dolman, winnaar van dit eerste echte professionele worstelgevecht. Zonder flauwekul. De kampioensgordel om. En terwijl Chris hemels kijkt, pinkt Jeffrey.